Aan tafel gaan zitten Tom-Jan Meijers en Tim Hofman. Haagse stemming en humeuren en de temperatuur loopt snel op deze dagen. Nadat Klaas Dijkhoff vorige week zaterdag de coalitie in grote verlegenheid bracht met zijn mededeling dat hij, de VVD, niet van plan was het klimaatakkoord uit te voeren, was de afgelopen zaterdag het CDA dat de coalitie liet kraken. Het CDA-standpunt over het kinderpardon was namelijk plotseling gedraaid. De partij pleit nu juist wel voor ruimere toepassing van het kinderpardon. Bij het CDA is sprake van voortschrijdend inzicht, zegt men. Zo heeft onder andere een recent onderzoek van 38 hoogleraren dat kinderen blijvende hersenschade oplopen bij uitzetting indruk gemaakt op het CDA. ChristenUnie en D66 wilden na deze draai onmiddellijk een uitzendstop. VVD ging niet akkoord en zo werd vanmiddag de Armeense familie Grigorian ons land uitgezet met 3 in Nederland geboren kinderen van 8, 5 en 3 jaar. Ja. Speelde zij, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Speelde zij een rol in jouw... Eén zoon zat een shot in onze documentaire. Wat weet je van deze kinderen? Dit soort zaken zijn vaak een beetje twijfelachtig hoe dat gaat. Dus ik krijg daar zelf ook... Ik weet natuurlijk niet alles bij alle zaken. Mm-hmm. Maar aan de voorkant, voor je op die KLM-vlucht zit, zeg maar... Daar zijn altijd wat twijfelachtige toestanden. Of dat nou gaat van hoe je van je bed gelicht wordt tot hoe dat in de rechtszaak is gegaan. Mm-hmm. Maar hier weet ik niet zoveel over. Het was, denk ik, voor jou en jouw kweesten een mooie zaterdag. Ik hoorde dat vrijdagavond al, dat het eraan zat te komen. Want ze gingen zaterdagochtend AD. Maar dat is een dubbel spoor. Want wij staan, ik zat toevallig met dat boosteam voor nieuwe plannen in een huis. Mm-hmm. En ik zeg, ja, ik word net gebeld. En ik had daarvoor een andere partijleider opgehangen. En dus ik zat een beetje in een soort house of cards situatie. En ik zeg, ja, ik word net gebeld en dit gaat morgen gebeuren. Dus wij zaten eerst van, wow, dat is heel groot. Want CDA. Mm-hmm. En ik heb dat hier wel eens opgeroepen. Mail nou CDA en zeg, dit klopt niet. Aangaande die noten van Scherder of wat wij hebben laten zien. Maar ik heb daarna bijvoorbeeld Nemmer, die jongen die hier naast mij zat, ja, toen gelijk gebeld. Van Nemmer, luister, kom morgen in de krant. Maar weet wel, het is nog niet zo ver, weet je wel. En dat blijkt ook vandaag. Er wordt gewoon gevochten. Mm-hmm. Dus ik heb daar nog een dubbel gevoel over, maar ik heb goede hoop.